Bijna wekelijks valt er bij iemand in onze regio wel een drugsenvelop op de deurmat. En mensen in de buurt van Perkpolder zijn het zandhappen zat. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden door de provincie zou wel eens af kunnen hangen van hoe snel we een nieuw provinciebestuur hebben. Het lijkt er sterk op dat de provincie van plan is die excuses te maken. Maar de vraag is of dat ook nog steeds zo is als BBB straks haar plek heeft ingenomen in de nieuwe coalitie. Zometeen meer daarover, maar eerst naar het onderzoek dat de provincie naar het eigen verleden laat uitvoeren. Slavernij. Zeeuwen zijn er rijk door geworden. Maar waren het Zeeuwse bestuur uit die tijd en de toenmalige statenleden ervoor verantwoordelijk? Dat is nu onderzocht. Volgens Angelique Duindam van de Stichting Slavernijmonumenten Zeeland is dat een goede zaak. Dat vind ik van wel, want als je misschien als provincie, ik weet het niet helemaal zeker, maar van zins bent om excuses te geven, dan zul je toch wel moeten weten waar je excuses over geeft. BBB, de grootste politieke partij in Zeeland, is ook blij met het onderzoek. Ja, dat is sowieso een goede zaak. We moeten weten wat er gebeurd is in het verleden. Het is ook niet voor niks dat onze koning de rol van de familie aan het onderzoeken is. We moeten weten wat er gebeurd is om er iets mee te kunnen doen. Op 1 juli wordt herdacht dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Middelburg en Vlissingen zullen dan excuses aanbieden. Maar wat doet de provincie? De verwachting is dat Zeeland excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Maar zeker weten we dat nog niet, want het provinciebestuur wil nog niets loslaten over de uitkomst van het onderzoek. Eerst moet er een beslissing komen. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat de bestuurders in die tijd aandeelhouders waren, groot aandeelhouders. En dus echt wel betrokken bij de handel met over mensen. We hebben hier het Zeeuwse Archief, we hebben een heel dossier wat er eigenlijk open ligt, waar je iedereen in kan kijken en waarin je kan zien hoe de handel werd bedreven. En dan waren de bestuurders van hier waren daar echt wel betrokken bij. En dan zijn excuses logisch. Dan zijn excuses zeker logisch. Dat vind ik een brug te ver. Dat vinden we een brug te ver. Mensen die hier nu in de Staten zitten, die hier nu leven, hebben part nog deel gehad aan het slavernijverleden. Dus we denken niet dat dat noodzakelijk is. BBB vindt het voorgenomen kenniscentrum over het slavernijverleden wel op zijn plaats in Zeeland. De kans dat er dus ook daadwerkelijke excuses komen is afhankelijk van de snelheid van de coalitieonderhandelingen met BBB, legt politiek verslaggever Marcel de Kranen uit. Er vormt zich nu een nieuw bestuur met als grootste partij de BBB. Nou, je hebt net gezien, BBB is niet van plan om excuses te gaan aanbieden voor het slavernijverleden. Maar BBB wordt wel de grootste partij, of is de grootste partij, en zit straks met 2 gedeputeerden in dat provinciebestuur. Ze zitten nog niet in het huidige provinciebestuur. Dus de kans dat onder een nieuw provinciebestuur excuses worden gemaakt voor het slavernijverleden, ja, is wel heel klein. Bijna wekelijks valt er bij iemand in Zeeland of West-Brabant een envelop met drugs op de deurmat. Het gaat in dit geval om enveloppen die niet bij de geadresseerde bezorgd kan worden en wordt teruggestuurd door de postdiensten. Meldingen over dit soort verdachte pakketjes krijgen we gemiddeld 1 keer in de week binnen bij de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. We proberen er alles aan te doen om dit te voorkomen. En dat proberen we te doen door de pakketjes die verstuurd worden zoveel mogelijk te onderscheppen en dan de verstuurder proberen aan te houden. Bij het postverdeelcentrum worden deze pakketjes eruit gehaald en wij stellen een onderzoek in. Collega en verslaggever Mark Rijk heeft ervaring met deze praktijken, want onlangs vond hij tussen zijn post ook zo'n envelop. Die lag op mijn deurmat met op de voorkant een adres in Amerika en op de achterkant stond mijn adres. En ja, dat is toch een beetje gek. Blijkbaar is het aangeboden in Amerika, maar is het teruggezonden retour afzender. Alleen ja, daar staat mijn adres op, maar ik heb het pakketje heb ik niet verstuurd. Dus ja, een beetje gek natuurlijk. Het gebruik van willekeurige adressen op drugsenveloppen is een beproefde methode van criminelen om bij het versturen van de post anoniem te kunnen blijven. Om dat pakketje door de douane te krijgen, moet de criminele aan de achterkant er een postcode en een huisnummer op zetten, dus een afzender. Mocht nou in het buitenland het pakketje niet aankomen, dan wordt dat pakketje weer teruggestuurd naar de afzender. In dit geval dus zomaar iemand die zijn postcode en huisnummer achter op het pakketje staat. Die krijgt dan een pakketje in de bus wat hij niet besteld heeft en wat hij ook niet verwacht, maar wel drugs in zit. En mensen die dit soort post op hun deurmat vinden, worden opgeroepen de envelop niet open te maken en de politie te bellen.
De Borselse voorwaardengroep van 100 willekeurig gekozen borselaren stond voor het eerst oog in oog met de man die in hun gemeente 2 nieuwe kerncentrales wil bouwen, Rob Jetten. En ze hadden flink wat vragen voor de minister van Klimaat en Energie. Graag wil ik minister Rob Jetten vragen om naar voren te komen. Dank. En een applaus. Dank. Ja, dank u wel, burgemeester. En, Er was een klein duwtje nodig van burgemeester Dijksterhuis voor een applaus voor minister Rob Jetten van de 100 Borselenaren die de Borselse voorwaardengroep gaan vormen. Het kabinet ziet Borselen als voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales en wil de inwoners daarbij voorwaarden laten opstellen. Een aantal van hen mochten vragen stellen. Waarom doet u vooralsnog niks met deze uitslag? Kunt u ons garanderen dat wij gewoon prettig en gewoon normaal kunnen blijven wonen in ons dorp? Wat zou uw belangrijkste voorwaarde zijn mocht u zelf bewoner zijn van de gemeente Borselen? Ik heb net beloofd aan de zaal dat ik aan het eind van het jaar ook zelf weer terugkom om dan het advies in ontvangst te nemen. Daar ga ik natuurlijk heel goed naar luisteren. En als dat eigenlijk ronduit negatief is, ja, dan is dat ook een werkelijkheid waar het kabinet wat mee zal moeten op dat moment. Na het gesprek met de minister ging de Borselse voorwaardengroep aan de slag. Ook de jeugd doet mee. Ik zat gelijk met allerlei leeftijdsgroepen, wat ik echt wel heel leuk vond om te zien. En voor de rest ook wel vrienden die het zich aan hadden gemeld. Dat vond ik wel gewoon interessant te zien dat die dat ook interessant vonden. Denk jij dat jullie eruit komen? Ik denk het wel. Maar ik denk wel dat er veel sterke meningen aanwezig zijn. Maar ik denk dat dat ook wel goed komt met de volgende bijeenkomsten. En dat zijn er nog 4 dit jaar. Daarna moeten de voorwaarden aan het kabinet aangeboden worden. Het zand dat voor het nieuw te bouwen stranddorp Waterzanden neergelegd is in de westelijke Perkpolder zorgt voor overlast. De felle noordenwind laat het fijne zand opstuiven richting een aantal woningen aan de Kalverdijk. Met allerlei klachten tot gevolg. Deze zandvlakte in de oksel van de westelijke Perkpolder is het begin van een verhoging van 10 tot 12 meter. Op de vlakte moet een gedeelte van het stranddorp Waterzanden gebouwd worden. Normaal gesproken oogt de zandvloer kalm, maar de afgelopen weken droog weer en noordenwind zorgden voor een tafereel dat niet zou misstaan in een willekeurige woestijn. Maurice Witteveen woont op een paar honderd meter van de zandvlakte en ondervindt net als zijn buren last van het superfijne zand dat zijn kant op komt. Het is een beetje een branderig iets, ik kan het moeilijk omschrijven. Ik voel nu ook een beetje een druk op mijn longen. Ja, het is allemaal moeilijk te omschrijven, maar als het in dit huis is. En de buren, mijn buurvrouw is naar de dokter geweest omdat ze een onverklaarbare hoest had. En die heeft ook, ze ruikt ook dingen die haar niet bekend voorkomen. Witteveen is net als sommige andere omwonenden huiverig voor de kwaliteit van de grond. En dat komt ook omdat die grond komt uit Antwerpen. Die komt uit kanaaldok B2 of 2B. En dat is nou juist de plek waar de PFAS-vervuiling in de Westerschelde vandaan komt. 20 april meldde Witteveen de overlast voor het eerst, zegt hij. Maar er kwam naar eigen zeggen geen actie van de gemeente of vanuit de projectontwikkelaar Waterzanden. Maar die laatste spreekt dat tegen. Bij ons bedrijf zijn we wel degelijk geïnformeerd geweest door die persoon die klacht heeft neergelegd. En zijn we ook onmiddellijk daarop gereageerd. De toezichthouder had niet altijd zin of tijd om te komen. Toen heb ik aangeboden, ik heb het ook via de mail gedaan, kan ik dan mijn beelden toesturen om jullie dossier compleet te maken? Nou, daar hoor je dan vervolgens niks van. Die filmpjes, ik heb dat achteraf begrepen dat er filmpjes toegestuurd zijn, die zijn direct doorgestuurd naar de ontwikkelaar. Ik heb de filmpjes zelf nog niet gezien eigenlijk. Dan moet je een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Na een maand. Nou, er is inderdaad een handhavingsverzoek binnengekomen. Er wordt gevraagd om maatregelen, als die nodig zijn. En dat gaan we bepalen als college. Maar Waterzanden heeft al een plan in de maak. Zodra er een melding gebeurt, volgens het weerbericht die hier ook op de Westerschelde en zover actief is. En wij zien dat er daar een windkracht 5 zou kunnen komen, dan gaan we preventief te werk. En dat hebben wij een lokale ondernemer aangesproken die hier de volledige vlakte zal benevelen. Zodanig dat het zand blijft liggen. Wat ik wil dat er gebeurt is dat ik geen last heb van het zand van een ander. Ze mogen daar doen wat ze willen. Als die grond schoon is, prima. Ik heb daar last van en ik wil dat niet. Ja, dat kan heel hinderlijk zijn. Het kan hinderlijk zijn in ogen, het kan hinderlijk zijn in luchtwegen. Wij gaan dat na. En natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar de vraag, is dit nou schadelijk voor de gezondheid?
Zowel Waterzanden als de gemeente Hulst hebben de grond laten analyseren en hebben het volste vertrouwen dat er geen vervuiling in zit. Het college van Hulst neemt binnenkort een beslissing over het handhavingsverzoek. Opnieuw ploffen bij de middensluis in Terneuzen. Dit keer werd het buitenhoofd van de sluis opgeblazen. In de omgeving van de sluis waren de ploffen goed te horen en waren ze ook voelbaar. Daar gaat het oude buitenhoofd van de middensluis. Het gedeelte waar vroeger de sluisdeuren in zaten. Met explosieven werd het bouwwerk vanmorgen vroeg opgeblazen. De ploffen waren in de omgeving goed te horen en te voelen. Verschillende omwonenden laten op de Facebookpagina van de Nieuwe Sluis weten dat ze het hebben gevoeld en dat hun huis aan het trillen was. Zo schrijft iemand: ik moest vanmorgen mijn wekker niet meer zetten, want ik werd zo uit bed geschud. Maar iemand anders laat weer weten van, ja, het was ook best wel even schrikken. We merken dat het hier in Terneuzen nogal gevoelig ligt. Daarom doen we ook al die ploffen zo voorzichtig. En elke keer is het op een andere plek voelbaar. Vorig jaar liepen explosies op de middensluis nog uit de hand. Gevolg, meerdere schademeldingen. Vandaar dat de ploffen extra onder een vergrootglas liggen. De resultaten van de metingen van vandaag worden meegenomen naar morgen. Want dan staat er een nieuwe ronde explosies op het buitenhoofd op de planning. Het kan mogelijk aanleiding geven om het morgen op een iets andere manier te doen. En elke keer worden er tussendoor ook allerlei modelberekeningen gedaan. Op basis van de waarnemingen. Ook vandaag hebben we weer heel veel metingen gedaan. En die nemen we elke keer mee. Bij de Nieuwe Sluis zijn vandaag overigens geen officiële schademeldingen binnengekomen na de ploffen. Het is een verschraling van de spoedzorg. Maar wegens het groot tekort aan tandartsen kan het niet anders, zeggen ze zelf. Vanaf half juni moeten inwoners van de Beverlanden, Walcheren en Schouwen-Duiveland in het weekend of de avond en nacht allemaal naar een spoedpraktijk in Oost-Soeburg. En daar balen ze van in Zierikzee. Dat is wel een eentje weg, ja. Ja, vervelend. Gelukkig hebben we zelf nog geen incidenten gehad of dat het nodig is geweest. Maar ja, als dat wel het geval is, dan is dat best wel ver weg. Anders kon je altijd terecht hier op het eiland en dan denk ik, naar Oost-Soeburg. Dat is niet bij de deur. Als je echt pijn hebt, dan lijkt het me dat niet heel fijn, nee. Je moet er niet aan denken natuurlijk, maar het kan fout gaan hier in de speeltuin in Zierikzee. En nu is de spoedhulp van de tandarts nog in de buurt. Maar binnenkort wordt het een fikse rit. Alle inwoners van de Beverlanden, Walcheren en Schouwen-Duiveland die in de avond- of weekenduren met spoed een tandarts nodig hebben, moeten daarvoor vanaf 17 juni naar Oost-Soeburg toe. En dat betekent dat iemand uit bijvoorbeeld Bruinisse in de auto 3 kwartier onderweg is en vanuit Wemeldingen 1/2 uur. Tandartsen relativeren het besluit. Het lijkt allemaal ver, maar dat is het nu soms ook al, zeggen zij. Kijk, die afstanden waren al in Zeeland vrij groot. Hè? In de huidige situatie is het zo dat als je datzelfde klimrek op de Banjaard, de camping in Kamperland zet en de tandarts van dienst is in Krabbedijken, dan is het ook een eindrijden. Dus het lijkt groter en verder en meer veranderd dan het misschien in de werkelijkheid is. Hier achter mij komt de spoedhulp van de tandarts in Oost-Soeburg. En hoe je het ook went of keert, het is natuurlijk wel een versraling van de zorg. Voor veel Zeeuwen betekent het langer rijden. Ja, het kan niet anders, zeggen de tandartsen. Er is nu eenmaal een tekort aan tandartsen. Te weinig tandartsen en te veel patiënten. En daar moet wat aan gebeuren, zeggen de tandartsen zelf en verschillende Kamerleden. Nou, ik vind het natuurlijk enorm jammer voor alle mensen die nu gewoon die afstand moeten rijden en reizen. En dus je ziet dus dat dit een veel groter probleem is. Ik pleit al jaren voor meer opleidingsplaatsen. Maar met name ook dat er veel beter wordt gekeken waar die opleidingsplaatsen nodig zijn. Maar daar is nu nog geen formeel besluit genomen. Verwachten we wel deze week of volgende week. En daar heb je dan weer pas over 7, 8 jaar echt profijt van. Dat er dan 50 tot 100 extra mensen komen. Daar hebben de kinderen in de speeltuin hier in Zierikzee de komende jaren natuurlijk nog niks aan. Oost-Soeburg wordt de uitvalsbasis voor veel Zeeuwen die met spoed een tandarts nodig hebben. We hopen dat het niet nodig is. Ik hoop het ook niet, nee. En dat ze genoeg studenten of tandartsen hier kunnen houden en krijgen. Dat zou wel heel fijn zijn, ja. Er zullen komend seizoen weinig Zeeuwse bodemmosselen te koop zijn. Dat zeggen mosselkwekers. De hoeveelheid kilo's wordt waarschijnlijk ongeveer de helft van wat het in normale jaren was. Niet de bodemmosselen, maar handcultuurmosselen stonden vandaag in de aandacht in Bruinisse. Daar werd het officiële seizoen afgetrapt, al worden ze al wel te koop aangeboden.
Ja, aan de andere kant van de Oosterschelde was het iets eerder rijp. Ja, dat is de natuur. Het is koud voorjaar geweest en dan duurt het altijd hier wat langer. Er worden 2 miljoen kilo van deze mosselen per jaar ongeveer opgevist. Dus het is eigenlijk het kleine broertje van de bodemcultuurmossel, want daarvan zijn er veel meer. Dan wordt het percentage dit jaar waarschijnlijk wel wat hoger dan voorgaande jaren, omdat de opbrengst van de bodemcultuur niet enorm zal zijn. Het volume zal een beetje vergelijkbaar zijn met vorig jaar. En dat betekent in Nederland gewoon niet zo heel erg veel. Zeg maar gerust weinig. Laten we zeggen de helft van een standaardjaar. Ja, ja. We zijn er in de winter van 2021 zijn er heel veel weggewaaid. Daar hadden we vorig mosselseizoen last van. Daar hebben we dit seizoen nog steeds last van. De verwachting is dat de prijzen van hangcultuur en bodemmosselen dit jaar licht gaan stijgen. Het seizoen voor bodemmosselen start begin juli. Vanaf gisteren is het omrijden geblazen. De Haringvlietbrug, een belangrijke verkeersader tussen de Randstad en Zuidwest-Nederland, is dringend aan onderhoud toe en daarom is hij nu 2 maanden op slot. Niet alleen vervelend voor automobilisten, maar ook voor mensen die met het OV reizen. Maar de meesten laten het gelaten over zich heen komen. Vanochtend kon het nog, vanaf het station in Zierikzee, direct met de bus naar Rotterdam. Waar moet u naartoe? Naar Rotterdam, naar de Zuidplein. I don't know what I'm going to do. Maybe take the Hoes train or... It is a problem, yes, I know. But I have to fix it, isn't it? The bridge. So I guess we have to accept it. Enkele zijn er een beetje gefrustreerd, maar voor de rest dan zijn ze gewoon heel normaal rustig. Ondanks dat het dus vervelend is voor alle reizigers, reageren ze over het algemeen erg coulant. Man, alsof er ik weet niet wat gaat gebeuren. Onderhoud moet toch ook gewoon gedaan worden aan deze bruggen? We kunnen moeilijk niks doen, alles laten wegrotten. En dan als er iets gebeurt gaan lopen roepen over de staat van zo'n brug. Ik pak gewoon de motorfiets en dan maar over de N57. Al zal ik niet de enige zijn. Ik werk in Oud-Beijerland. Ik ben vanaf 9 juni 8 weken vrij. Neem 4 weken zomervakantie op, 1 week onbetaald verlof en de andere 3 werk ik de uren elders terug. De afsluiting kwam Rijkswaterstaat op veel kritiek te staan. Zo zou het te lang duren en wordt er gevreesd voor extra drukte op de omleidingsroutes, waardoor onder meer Zeeland lastiger bereikbaar is. Maar volgens Rijkswaterstaat zouden de werkzaamheden hoe dan ook tot overlast leiden en is alles in het werk gesteld om de overlast tot een minimum te beperken. De aannemer heeft echt hele creatieve dingen bedacht om alles zo kort mogelijk te maken. Er worden met meerdere ploegen gewerkt. Ze zijn vanaf 1 januari al bezig in de kelder om zoveel mogelijk eruit te halen. Aan de zijwand is een gat gemaakt waardoor ze allemaal spullen uit de kelder hebben gehaald. Zoveel mogelijk om maar die 8 weken behapbaar te houden. En als alles volgens plan verloopt, dan kan het verkeer op 4 augustus weer over de brug. En over afsluitingen gesproken, hier komt er nog eentje. Nog een fijne avond. Graag tot morgen.